Nou, vanavond hebben we een heel groot horecafeest. En dat is in combinatie met bierwinst, in combinatie met de Monnikdranken. De Monnik die lanceert zijn nieuwe drankje, WKD Purple. Ik lanceer mijn nieuwe Longdrink en mijn spatje. En ik heb al een glaslijn in de horeca liggen. Zit met mijn vaas in mijn fluitje en mijn shotglas. En dat is al heel goed bekend. En nou doe ik al meer dan 500 horecabedrijven lever ik. Dat is toch wel ongeveer 15% al van de totale markt in Nederland. En nu heb ik daarbij heb ik dus de Longdrink en het spatje heb ik erbij genomen. En dat is die stapelbaar. Ik zorg gewoon dat elk ondernemer die ik belever, dat ik gewoon kwaliteit lever. Dus dat ik echt altijd mijn afspraken nakom. Ik zorg altijd dat ik er zelf ben. Als er ook maar iets is, dan zit ik er meteen bovenop. Er zijn een heleboel steden die we al helemaal in handen hebben. Alleen maar doordat ze gewoon zien van hé, dat glaswerk van Job, dat levert me heel veel geld op. Nee, het zijn sterke glazen. Nee, het zijn goede glazen. Ik ben er goed over te spreken. Dat ik in één keer op vrijdagavond word gebeld. Ja, ik heb geen glaswerk meer en ik heb paniek, want ik heb een feest en een groot probleem. Nou, dan probeer ik altijd nog een mouw eraan te passen. Ik ben Arno Wurstink. Ik werk bij de Monnikdranken, waar ik dus verkoopadviseur ben met onze eigen merken. WKD staat eigenlijk voor Wicked, dat is een Engelse naam. Wicked betekent eigenlijk een raar drankje. Lekker, heerlijk. Smaakt er meer? Nou goed, nogmaals, we hebben dus een WKD Purple avond, de introductie van onze nieuwe smaak WKD. We hebben daar een groot aantal horecagelegenheden in Nederland voor uitgenodigd om kennis te maken met ons nieuwe product WKD Purple. Een mooie kleur, ziet er goed uit. Ik verkoop hem al. WKD is dus een energiedrank op basis van wodka. Deze heeft een beetje de smaak van een cassis. Nogmaals, de alcohol is dus wodka. En wodka houdt in dat het qua smaak en geur altijd neutraal is. Waardoor dus de smaak, de cassissmaak, eigenlijk goed naar voren komt. Oh, lekker. Nee, het is een alcoholhoudend drankje van 4%. Dus ook toegankelijk vanaf 16 jaar. Ja, het is eigenlijk nog lichter dan een biertje. Ja, lekker.